Dit is de Plesiadaupus, een knaagdier. Smilodectes, zijn schedel is omvangrijker, de oogholten groter. Aegyptopithecus, de schedel komt omhoog, het gezicht wordt platter. En de Pliopithecus, dit is al een mensvormige aap, zoals we kunnen zien. Dit wil zeggen, laten we wat te eten zoeken. Het recht van de sterkste. Zie daar, de strijd om de macht begint zich af te tekenen. Welaan, de natuurlijke selectie vindt plaats. Dit wil zeggen, dit hier is mijn territorium, begrepen? De overmacht van de man lijkt al betwist te worden. Door gebrek aan voedsel moesten ze het bos verlaten en trokken naar de gevaarlijke open vlakte. De ontwikkeling van de mensvormige aap tot mensaap zet zich voort. In duizenden jaren volgen vele soorten grote mensapen elkaar op. De Kenyapithecus, 1,20 meter groot. Ramapithecus, 1,30 meter. Australopithecus africanus, 1,50 meter. Australopithecus robustus. Hij evolueert en wordt handiger, staat rechterop. En de inhoud van zijn hersenpan vergroot zich van 450 tot 660 kubieke centimeter. Dit is Oldoway in Tanzania, in het hart van Afrika, waar ze in die tijd woonden. Het is er werkelijk paradijselijk en er is een overvloed aan diersoorten. Deze robusten zijn vegetariërs. Een handig werktuig. Toch komt het idee om het te bewaren nog niet bij hem op. Een miljoen jaar geleden.
De Homo habilis met zijn werktuigen. Het zijn vleeseters. Jullie niks te vangen, niks te eten, niks te vangen, niks te eten. Eten. Kun je niet wat beleefder zijn als zijn vriend en ik je iets te eten vragen? Kom maar zo snel mee, het zijn vijanden! Kom hier naar voren, ten afval! De verdreven robusten verdwijnen. De Homo habilis is heer en meester over het terrein. Op zijn beurt zal de Homo habilis uit zijn savanne wegtrekken en zich verspreiden over andere continenten ver van de plek waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Het is bekend dat het niveau van de zee aanzienlijk gedaald is gedurende de ijstijden. 100 meter onder het huidige niveau kon men gemakkelijk van het ene continent naar het andere stappen. ...700.000 jaar voor onze jaartelling. Hier zien jullie de Pithecanthrope, oftewel mensaap, of nog beter, Homo erectus. Hij is 1,60 meter en de inhoud van zijn hersenpan is 950 kubieke centimeter. Tja, deze nieuwe vindingen zijn toch niet helemaal zoals ze moesten zijn. Wilt van ons zijn begrepen? Grondgebied ook van ons zijn, wilt dus ook van ons zijn. Ziezo. Wel, beste vrienden, ik zie dat het een erge goede jacht geweest is. Ik heb zelfs een vogel gevangen. En ik heb dit in de bosjes gevonden. Jij was de allerbeste, Dikke.